ik zelf eens van bejaarden ga nadoen, ga ik jou eerst vertellen dat als deze video binnen 24 uur 10.000 likes had, komt er morgen gewoon weer een nieuwe video. How amazing is that? Yeah! Daarnaast gaf ik gisteren 2 kaarten weg voor Feat Festival 2017. Dus over een jaar pas, maar dat maakt niet uit. Ik heb het op Snapchat gezet. De winnaar is bekend op Snapchat, dus voeg me toe. En dan zie je misschien wel of jij de gelukkige winnaar bent. En dan vraag je natuurlijk af, Kelvin, het is Kelvin. Je gaat dan elke dag shit weggeven. Vandaag geef je ook iets weg. Ja, dat is inderdaad het geval. Want vandaag maak jij kans op, jawel, een epische Space Scooter. Ik ga denk... Nee, wacht. Ik geef gewoon 2 space scooters weg, oké? Okay? Bam. 2 space scooters aan 2 mensen die hieronder een comment achterlaten en geabonneerd zijn op de Kelvlog. En dan maak jij kans op een space scooter. En dan word jij morgen bekendgemaakt als winnaar op mijn Snapchat. Let's go met de video. Ah. Het leek me leuk om selfies na te doen van bejaarden. Want ik kwam laatst een aantal selfies tegen van oude mensen waarvan ik dacht, yo, briljant as fuck, man. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon nadoen. Dus ik heb jullie gevraagd om een aantal selfies van bejaarden in te sturen. En ik heb geen flauw idee hoe ze eruit zien, wie het zijn. Of ze opa's of oma's, of ze naakt zijn of niet. Dat ik heb geen flauw idee. Tijd voor het nadoen van selfies van bejaarden. Oké, de eerste selfie is van een... ik heb geen idee. Oh... Oké, dit is soort van, dit is letterlijk Miley Cyrus. Maar als ze dan zeg maar 80 is, snap je wat ik bedoel? Damn, maar ik heb helemaal niet zoveel rimpels, man. Nou goed, oké, tijd om na te doen. Nou, kinders, daar gaan we weer. We gaan weer selfies nadoen, maar deze keer van oude mensen. Wauw. Ik heb hier in principe allemaal shit. Ik heb allemaal shit aangeschaft. Oké. Dit is mevrouw nummer 1. Niet verkeerd, al zeg ik het zelf. Wat we hiervoor nodig hebben is een pruik en een bril en zo'n kettingje en zo'n shirtje. What is this? Dames en heren, jongens en meisjes. Hotline bling. Ik pull deze bril gewoon. Deze bril is prima. Oké, let's get ready. Oké, aangezien ik geen nep borsten kon vinden, heb ik maar... fucking kipfilet. Dit is een beetje de bedoeling dat ik... Oh, dit wordt zo koud, man. Zo. Niet slecht, hoor. Look at those. There we go. Number 2. Oké. Oeh, dit is wel heel kinky op zich. And I got the wig. Oh, yeah. Fucking koud. Not bad. Jongens, ik heb het gewoon gedaan. Ik lijk er echt op. Het enige wat ik nog hoef te doen is een foto maken. Oké, zij heeft een beetje zo'n donkere achtergrond. Zij heeft haar telefoon in haar rechterhand. Wow, ik heb echt oma-tieten, man. Oh! Oké, daar gaan we. Zij doet zo. Wacht, ik moet mijn ogen open. 3, 2, 1. I did it! I just fucking did it! Ik heb het gewoon gedaan! Oh yeah! Het is alweer tijd voor de volgende selfie van een oude persoon. Oude mensen maken namelijk selfies, ik weet niet waarom. Deze is best goed te doen. Deze is helemaal niet heel erg pikant of zo. Ik denk dat deze me wel gaat lukken. Oké, deze selfie vertoont best wel veel gelijkenissen met die ander. Het enige wat ik eigenlijk nodig heb, is deze pruik. Ik heb nog die bril weer nodig. Dan moet ik ergens nog een grijs vest hebben liggen. Yeah! Dit moet niet al te moeilijk zijn, for real. Oké, deze aan. Ja, ik heb niet de roze en witte bloemetjes die deze jonge dame heeft. Het spijt me. I almost forgot. De nagellak. Oh shit. Wat een dikke druppel erop, man. Zo. So. Oh, wacht, mijn capuchon. Oké, I'm ready for this. 3, 2, 1. Was hij goed? Ik denk dat hij goed was. Hij was goed! De selfie is van een oude man. Dat is het enige wat ik weet. Oh, damn. Them abs, man. Sick abs heeft deze dude. Hoe ga ik dat ooit... Hoe krijg ik ooit zo'n abs? En B, hoe krijg ik ooit zo'n baard? Oké, deze oude man is... deze oude man heeft een baard en sick abs. En ik weet niet hoe... ik dat ga doen. Hij heeft in ieder geval een bril en een baard. Ik vraag me op zulke momenten als dit, vraag me altijd af. Kelvin, waarom heb je niet gewoon een normale baan bij de Albert Heijn? Inderdaad, I don't know. Dit is echt heel slecht. Wat zijn dit voor spaghetti slierten hier? Oké, tijd voor abs. Oké, prima. Oké, dit moet ik even wegstoppen. Hij heeft dan ook best wel een kort baardje. Deze man kijkt gewoon streng. Hij kijkt gewoon als een baas. Nou, ik doe dit best oké. I'm fucking ready. 3, 2, 1. Oh, yo! Oké,
Oké, de volgende cel. Oké. Ik heb hem al geopend. Deze vind ik pikant. Deze vind ik heel pikant. En ik ga dus... Ik ga echt nooit meer een baan krijgen op deze manier. Ik kom bij een sollicitatiegesprek. Iemand zegt... Hey Kelvin, ik heb een aantal foto's van je online gevonden. Bijvoorbeeld deze. En weet je wat? Fuck die shit. Ik ga het gewoon toch doen. Ik ga het gewoon toch nadoen. Oké, deze oude man heeft niet zo heel veel kleren aan. En laat mij nou net ook gewoon geen kleren aan hebben. Ik heb nog steeds mijn sixpack van die andere man. En deze man heeft echt sick veel haar. Ik heb in ieder geval een kussen. Ik ga gewoon... Oh, fuck. De deurbel gaat. En ik ben naakt en ik heb een kussen. Let niet op mij. Hey! Ik moet weer door met filmen, man. Het enige wat ik nog even moet fixen is buikhaar. Nou, laat ik nou toevallig een stift hebben voor mijn buikhaar. What the fuck? Het enige wat ik hoef te doen is gaan liggen en onderkin creëren bij mezelf. En mijn kussen onder mijn hoofd. So, I got this 100%. Nee, wacht, hij doet dit. Oké, haartjes weg, onderkin, let's go. Mensen, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het gewoon gedaan. We zijn lekker onderweg. Ik vind dat ik lekker bezig ben. Al zeg ik het zelf. Ik vind dat ik lekker bezig ben. Het is tijd voor de volgende. Het is tijd voor de volgende selfie van een oude persoon. Deze is legend, man. Deze is lijp. Oké. Man's gotta do what a man's gotta do, right? Ik heb een oranje shirt en ik moet kaal. Het is echt de worst bald cap ever. Om deze selfie te kunnen maken heb ik alleen een oude telefoon nodig. Nou had ik die niet. Dus ik heb dit. Als je goed kijkt, en dit is even belangrijk. Deze man heeft u gewoon bedrogen. Want hij maakt niet eens een selfie. Hij doet alsof. Hij wordt gewoon gefotografeerd. The fucking bitch. Dus ik heb even een fotograaf nodig. En daar heb ik mijn speciale assistent voor. So, I'm ready. Je linkerarm moet je aan de voorkant vast hebben, zeg maar helemaal. Zo. Ja. Oké, 3, 2, 1. Ja? Ja. I did it! En dat waren alweer oude bejaarde selfies die ik ging nadoen. Het was één groot feest. Ik heb dit kanaal al langer en daar staan heel veel video's op. En wil jij nou kans maken op 2 fucking gratis space scooters te waarde van 8 miljoen euro? Nee, zo duur zijn ze niet. Maar ze zijn wel veel waard. Dus fucking wie wil het nou niet? Het enige wat jij hoeft te doen om een space scooter te kunnen winnen is een reactie achterlaten onder deze video. Hoe meer reacties, hoe meer kans. En abonneer op mijn kanaal, dan maak jij kans op een space scooter. Of misschien wel 2. Ik maak het weer een bekend op Snapchat. En vergeet niet, als deze video 10.000 likes haalt, komt er morgen weer een nieuwe video. I'm out. People, see you tomorrow. I hope so. Wat? Ik vind deze video echt briljant. Daar niet van. Een dikke guy in een badkuip die cereal eet. Perfect, niks meer aan doen. Maar wat deze gamer doet, hij begint zijn video met letterlijk 30 seconden aan gaming. En dan is de rest van de video is alleen maar deze dikke dude. Yeah. Ik vind deze guy echt een legend. Oké, de volgende gamer heeft daadwerkelijk 5243 abonnees. Wow, oké, very nice.